9 september 2009. Nou, ik ga sowieso vliegen. Ik sta hier op het dak van ons huis, hier in Grachtenhuis in Amsterdam. Ja, je ziet het, er liggen allemaal zonnepanelen en ik krijg gewoon de zon gratis binnen en ik maak er elektriciteit van. En dat is voldoende voor een heel Nederlands huishouden. Dus als je ergens vierkante meters hebt die richting zon zijn, dan ben je gewoon rijk. Als je dan naar de toekomst gaat, dan gaat die olie die gaat natuurlijk weer weg. Trouwens, ook, het geldt ook voor steenkool, want dat wil je dus gewoon niet meer. En ja, dan ga je dus allemaal gebruik maken van dat ene prachtige ding daar, die kernreactor. En de zon die schijnt voor iedereen, die geeft dus ons de energie. En het leuke is, absoluut voldoende. Dat idee van zo'n brommer die op benzine rijdt, dat is iets wat nog geen eens 70 jaar bestaat. De zwarte periode van de aardoliegebruik, dat zijn we gewoon over 200 jaar volledig weer vergeten. Als je je afvraagt hoe dit er in 2050 uitziet, dan denk ik dat je weer heel erg goed kan vergelijken met hoe het er een paar honderd jaar geleden uitzag. Je zou je kunnen voorstellen dat al de huizen worden verwarmd met fancy warmtepompen die de warmte uit de gracht halen en gewoon de huizen inpompen. Dus je moet je voorstellen, je hebt hier de gracht, dan heb ik een koelkast in het water liggen met de deur open. Dus wat die koelkast eigenlijk doet, die pompt warmte vanuit de binnenkant naar buiten toe. En hier pomp je dus warmte vanuit het water. Via dan die koelkast-idee naar het grachtenhuis toe. Dat is super gaaf. Als de mensen niet zeggen van wij willen een schone toekomst, dan komt hij er niet. En als ze wel zeggen, dan komt hij er wel. En wat ik echt hoop, is dat ontzettend veel Nederlanders het vertrouwen krijgen dat ze gewoon mogen kiezen naar die fantastisch duurzame toekomst. En dat ze niet moeten aarzelen, maar dat het gewoon gaat gebeuren. Het vliegeren doen wij voor de 9e september bij vrienden in Hilversum op de hei. Dag van de duurzaamheid. En wat doe jij op 999? Kijk op dagvandeduurzaamheid.nu.